kunstenaar zelf is niet aanwezig op dit moment, maar de vriendin van wel. Zou je ons wat kunnen vertellen over het werk van Henk Lammers? Ja, dat werk is heel gevarieerd. Dus hij werkt heel graag met hout, houten knikkerbanen. Maar ook schilderwerk. Ja, driedimensionaal. Van alles eigenlijk. Zie, aan die wand zie ik allemaal hout. Ja, dat klopt. Dat had te maken met het afstudeerproject van de AKI. Dus nou ja, wat Henk dan vaak vertelt is, hij heeft eigenlijk het eerste wat hij deed toen hij bij de AKI kwam. Ja, hij moest een atelier hebben. Maar in dat atelier ging hij gelijk muziek organiseren. En eigenlijk in zijn afstudeerproject heeft hij ook een soort huisje gemaakt waar ook een podium in was. We zijn hier in het atelier van Winnie Lendering in Kars Kroeskamp. Ze hebben eindelijk weer een plek gevonden. Want vorig jaar was het nog de Oranjestraat. Ja. En nu is het de Grote Straat. Hoe bevalt dat hier? Uitstekend, moet ik zeggen. Heel goed. Ja. Ja. Het voordeel van dit pand is dat het ruimer is en ontzettend veel licht in zit. Het andere pand, het was ja, een pijpelaar. Was donkerder. Als ik een kleur aan het maken was, aan het mengen was, dan moest ik meestal nog naar buiten heen lopen en kijken van, is de kleur goed? Kan ik hier aan mijn ezel doen? Dus dat heeft veel voordelen. Ja. Dat gedeelte, dat is van mij. Dit gedeelte is van Winnie weer. Dat is weer van mij. Dat is van Winnie. En ja, ik zou zeggen, kijk naar de naamkaartjes. Er staat Winnie of Kars staat erbij. Dus zo kun je het ook weten. Dat is dus heel duidelijk voor de bezoekers van wie is dan. Alhoewel, als je een klein beetje zicht op hebt, dan kun je mijn schilderij eruit halen en die van Winnie ook. Dus wij schilderen toch, of schilderen wel verschillend. Ik spreek met Jos Engbersen, een van de deelnemers aan de atelierroute. Eigenlijk heb ik richtingen gezocht waarin ik mijzelf het beste resultaat kan behalen. En dat is eigenlijk dit werk, waarbij ik niet groot tevreden ben. Ik denk, het kan nog weer iets beter, het kan nog weer iets fijner, het kan nog weer iets gedetailleerder. En dit is dan het resultaat. Het zijn misschien voor een groot deel, de bronnen zijn foto's uit tijdschriften of van andere sites of wat dan ook. Maar ik maak er mijn eigen interpretatie van. Dus ik pak daar een deel van, ik versterk de kleuren, ik breng er wat meer emotie in, een andere achtergrond en dat soort dingen weer. En dan wordt het toch nog mijn eigen werk. Anders één op één overnemen van iets anders, dat vind ik dan net geen kunst. We staan hier nou met Eva van den Burg, die dit jaar voor het eerst meedoet. Ze is autodidact en ze moest dus geballoteerd worden en ze is er doorheen. Ik ben er doorheen, ja. Zou je ons wat kunnen vertellen over je werk en hoe jij het ziet, wat voor stroming dat eigenlijk is? Ik heb gehoord dat het de stroming impressionisme is en ik ben gek op bloemetjes en daarbij, ik heb geen idee wat ik doe, want ik ben een intuïtief schilder. Dus dat houdt in dat ik een doek op tafel neerleg. Gewoon kleuren pak die erbij passen, wat bij het gevoel past. Want ik heb al gemerkt dat schilderijen maken van en iets proberen na te schilderen, dat werkt bij mij niet. Dus ik leg zo'n doek neer, ik pak de kleuren erbij en ik ga met een mes aan de gang en ik zie wel wat er ontstaat. En daar ben ik 3 jaar geleden ongeveer mee begonnen. En dat beviel zo goed. En mensen zeiden, oh wat leuk, wat mooi. En ja, dan krijg je er nog meer lol in. En dan ontstaat er, dan ontstaan er dingen. Dus autodidact inderdaad en geballoteerd, gelukkig. En nou sta ik hier, Abbeloos atelierroute. Ja. Ja, echt een verhaal, ja, weet ik niet. Maar ik hoop vooral dat mensen ervan genieten, dat ze een stukje emotie eruit meenemen, dat het misschien bij hun iets opwekt wat voor hun belangrijk is. Een stukje bezinning. Even tot rust komen. Ik hoor ook vaak dat mensen zeggen van, je schilderijen die geven een soort van rust mee. Of juist heel veel energie. Het ligt er maar net aan welke kleur je hebt. Bijvoorbeeld rood zou best kunnen zeggen van, explosief. En die zou bijvoorbeeld heel rustig kunnen overkomen. Maar ik zou vooral zeggen, kom lekker kijken. Dus hier staan we 3 schilders. Allemaal verschillende werken. En super de moeite waard. Hoe werk jij eigenlijk? Nou, laat ik zo zeggen, het is allemaal impulsiviteit. Ik heb een doekje of een plankje of iets van karton of van linnen. Daar gooi ik verf op en dan ontstaat er iets. En dan ga ik het accentueren. Dus ik werk nooit met een vooropgezet plan.
En mijn werk, ja, ik ben geïnspireerd door Jan te Wierik, de Cobra-groep, zeg maar. En ik heb gewoon mijn eigen stijl ontwikkeld in die jaren. Ik doe het nu zo'n beetje 15 jaar. En het is de derde of vierde keer dat ik meedoe aan op atelierroute. En dat is heel plezierig. Vooral met collega's hier om drie stijlen te laten zien. Ik heb één keer thuis meegedaan. Heb ik het huis, de gang helemaal ingevuld. En de tuin. En toen zijn er zo'n 150 mensen geweest. Nou, dat wil je niet weer hebben in een huis. Dus toen hebben we op een gegeven moment, zei ik tegen André, zeg, kunnen we niet in een tent? En toen is het eigenlijk vorig jaar ontstaan hier om in een tent te beginnen. Met z'n drieën. Omdat we geen van drieën een atelier hebben. En dat is het plan. En ik vind het ontzettend leuk geslaagd. Ik ben autodidact. Ik ben gewoon begonnen. En de kinderen waren blij. Ha, mijn vader heeft een hobby. Kunnen we in ieder geval met een verjaardag verf geven. En zo is het gebeurd. Ja.